Wat voor muziekinstrument speel je? Klarinet. En hoe lang doe je dat al? 2,5, 3 jaar. En wat ga je zo meteen spelen? Sinterklaasliedjes. En waar begin je mee? Met Sint-Nicolaas medley nummer 2. En wat voor Piet ben jij? Ik ben ook een muziekpiet en ik speel ook klarinet. En jij? Ik ben ook een muziekpiet en ik speel cowbell. Wat speel je? Cowbell. Wil je het eens laten zien? Daar heb je vast lang op moeten oefenen. Ja. Hey, maar wat is nou het leukste? Gewoon met iedereen muziek samenspelen vind ik heel erg leuk om te doen. Wat is nou het leukste aan de kindpieten? Die kindpieten? Dat ze soms wel eens de weg kwijt zijn. En dan moeten wij ze weer zoeken. Maar zij kunnen wel heel stil sluipen. En dan zorgen zij voor dat het lekkers of het cadeautje in de schoen komt. Waarvoor sta je hier? Voor Sinterklaas. Want wat is er met Sinterklaas? Die komt zo meteen aan. Mag jij vanavond je schoen zetten? Ja. En wat hoop je erin te krijgen? Cadeautje. En wat heb je bij je? Mijn pop. En hoe heet je pop? Weet ik niet. Mogen we even je pop zien? Ja. Je pop heeft ook een pietenpak aan, of niet? Ja. Dag Sinterklaas, hoe oud ben je? Ik ben 5. Zo, en waarvoor ben je hier? Of misschien daar niet, met dat blauw. Ja, dat met die vogel erop. Ik weet het nog niet. Dat is nog een verrassing? En wat hoop je dat de verrassing wordt? Nou, Sinterklaas met de boottont. Oh, en wat gaat Sinterklaas doen als hij er is? Omdat hij dood is in de nacht. En meneer, de burgemeester, waarom staan wij hier? Nou, Sinterklaas komt aan. Althans, dat hopen we. Want het is heerlijk weer. En er zijn heel veel kinderen. Ik sta hier met de kinderburgemeester en de kinderloco-burgemeester. Het is toch wel een beetje spannend, want de eerste pieten die zijn al gearriveerd. Met de bootjes. Maar ik heb Sinterklaas nog niet gezien. Dus ik hoop wel dat hij aankomt. Best spannend. Jij bent kinderloco-burgemeester. En waarvoor sta jij hier? Nou, omdat het leuk is om de Sint tegemoet te komen. En dan ben jij de echte burgemeester. Ja, ja. En wat ga jij doen? Heb jij nog een speciale taak vandaag? Ik en Janne gaan nog iets vertellen. Wil je een klein stukje verklappen? Ja, we hebben niet zoveel, maar ik denk dat jullie goed moeten nadenken. Waarom ben jij verkleed als Sinterklaas? Omdat ik de pietenpakjes niet meer past. Oh, en wat is nou leuker, Sinterklaas spelen of Piet? Ze allebei. En ga je vanavond je schoen zetten? Ja. En ga je ook een liedje zingen? Ja. Kun je een klein liedje zingen voor mij? Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Waarom sta je hier? Omdat wij willen heel graag de Sint zien aankomen. Ja, en wat hoop je dan? Wat hoop je van Sint te krijgen? Een soort toverpot en dan komt daar een knuffel uit. Waar hoop je nou het meest op vandaag? Op dat Sinterklaas hopelijk veilig aankomt hier. Oké, en ga je je schoen zetten vanavond? Ja, ik denk het wel. Wat is leuker, Sinterklaas of de Pieten? Sinterklaas. En waarom is Sinterklaas leuker? Dat hij cadeautjes geeft. En de Pieten geven? Pepernoten. Dit is hem hoor. Ja, hallo. Nou. Oh, en een praktische kijk achter een mooie cadeaus. En er staat een andere Piet met een hagelbol. Misschien voor de baardkammer van Sinterklaas, voor hij aan wal gaat. Welkom hoog Piet. En die pakt even de staf van Sinterklaas. Moet je even vast houden? Ja, zeker. Dat heb ik vaak gedaan. Ja, en Sinterklaas! Welkom Sinterklaas! Welkom in Wageningen, Sinterklaas! Welkom! We zijn
zijn heel blij dat u er weer bent. Sinterklaas, wat is nou het leukste om in Wageningen te zijn? Het leukste om in Wageningen te zijn? Nou, dit is de stad van de bakkers. En Wageningen is speciaal voor Sinterklaas, want Sinterklaas en bakkers hebben iets met elkaar. Pepernoten, en er is zoveel. Wageningen is een stad van 1000 culturen en Sinterklaas houdt van wit en zwart en regenboog en alles. Dus Wageningen is het perfecte plekje voor Sinterklaas. Dag Hoofdpiet. Dag. En wat was nou het grootste avontuur om hier te komen? Nou, we liepen een klein beetje vast met de boot en toen moesten we even overstappen op een andere boot. Dus dat was nog even spannend. We hebben wel de brandweer erbij gehaald en de reddingsbrigade. En het was wel even spannend of we hier op tijd zouden komen. Ja, maar we zijn er, hè. Het is gelukt weer, hè. Ja, Hoofdpiet regelt natuurlijk altijd, hè. Ja. Ja, Hoofdpiet heeft alles weer gered vandaag. Ja, nou niet alleen Hoofdpiet, hè. Want Pietje Paniek heeft ook meegeholpen natuurlijk. En heel veel andere mensen. De brandweer, de reddingsbrigade hebben allemaal voor gezorgd dat wij hier konden zijn. Ja. Hoepel je nou de hele dag door? Ja, wel vaak, ja. Wanneer ik maar kan. Want het is heel leuk en je beweegt en je danst. Ja, het liefst in roze? Ja, een beetje wel. Maar ik heb een roze hoepel, dus ik dacht, nou, ook een roze jurk en mijn roze beenwarmers. En dan ben ik helemaal een hoelenhoepiet. En ben je ook wel eens in een andere kleur, Piet? Soms een groene Piet. Heel soms. Dag, zwarte Piet, hoe heet je? Aafke. Dat is een mooie naam. Ga je vanavond je schoentjes zetten? Ja. Ga je vanavond nog wel je schoen zetten dan? Ja. Hey, kun jij een klein stukje van een Sinterklaasliedje zingen voor mij? Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Je hebt iets moois in je hand. Dat heb ik voor Sinterklaas en de Pieten gemaakt. En mag ik vragen wat je gemaakt hebt? Ik heb één muts van Sinterklaas en één muts van Piet. Dat is mooi. Heb je dat thuis of op school gemaakt? Thuis. Wat heb jij in jouw hand? Een zakje. En waarvoor is dat? Voor de pepernoten. Dat is wel een heel groot zakje, of niet? Ja. Hoop je dat hij helemaal vol gaat? Ja. Denk je dat hij vol gaat komen? Ja. Ik ben de wegwijspiet natuurlijk. Ik zorg dat Sinterklaas de goede kant op. We gingen net die kant op. Maar daar loopt het dood, dus we gaan nu weer die kant op. En wat heb je nou in jouw grote zak, Piet? Ik heb allemaal tekeningen in mijn zak. Ik weet niet of je... Kijk, allemaal tekeningen die we net hebben gekregen, die zitten vol in de zak. Ja. En er kan nog veel meer bij. Dus ik moet weer naar de Sint toe, want anders gaat hij helemaal de verkeerde kant op. En wat heb je gemaakt voor Sinterklaas? Mooie tekening. Wat heb jij in jouw hand? Een zak voor Sinterklaas. En wat doe je daarmee straks? Pepernoten in stoppen. En die ga je dan weer uitdelen of? Nee. Wat ga je ermee doen dan? Opeten. U heeft iets heel moois bij u. Wat doet u daarmee? Nou, daar ga ik de stoel van Sinterklaas mee afpoetsen. Want die komt zo her en der in de Hoogstraat te staan. En dan gaat hij even kijken en luisteren naar leuke mensen die allemaal leuke dingen hebben voorbereid. En dan ga ik even de stoel zo neerzetten en even mooi schoonmaken. En een rode loper uitleggen. Ik ben Paardenpiet. En wat houdt dat in? Nou, dat ik met het paard ben en ervoor zorg. En ik heb dit jaar een paardje bij me, die heeft heel veel trek. Vorig jaar weten jullie nog dat hij wat pepernoten poepte? Nou, dit jaar heeft hij wat veranderd. Hij eet pepernoten. Dus elke keer, kijk maar, als ik de kinderen pepernoten geef. Wie wil de pepernoten? Let op. Hè. Kijk, daar gaan ze. En oh, daar gaat hij al. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank je Sinterklaasje. Wat is nou het leukste Sinterklaas? Dat we allemaal cadeautjes krijgen en de stoomboot kunnen zien. Ga je ook een liedje zingen vandaag? Ja. Wat is je favoriete liedje? Ginds komt de stoomboot. Kun je een klein stukje zingen? Ja. Ginds komt de stoomboot uit Spanje en aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Oh, op, 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 het deppen en weer. En waren de leiders al heel en weer. Van harte welkom weer, Sinterklaas.
En wat zijn we blij dat u er bent. En ik begrijp best, begrijpen wij, denk ik ook wel, dat Sinterklaas eventjes iets moest drinken. Ja! Na die lange reis. Dat begrijpen we wel. Maar bent u er alweer helemaal klaar voor, Sinterklaas? Helemaal klaar. Geweldig. Wie heeft er meer dan 5 pimpjes op? Van de Romeinse tijd! Ik heb het! Wie heeft er al meer dan 10 pepernoten op? Wie meer dan 15? En wie meer dan 100? Wie meer dan 1000 dan? We hopen dat u zich heel welkom voelt in Wageningen en daarom willen we graag een liedje zingen. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje.